Kijk, boer uitleden, dat is bij ons in de studio. Dik, welkom. Ja. Een tijdje geleden was je ook al bij ons. Toen was jij uh, gaan uh, fotograferen in uh, Chernobyl. Chernobyl. Ja. ja, maar je hebt nog een andere hobby ook. Dat is ja. uh, duiken. Duiken klopt. En nu heb ik uh, afgelopen uh, september heb ik een uh, cursus grotduiken gevolgd in, uh, in Frankrijk. Grotduiken, hoe ben je, hoe ben je daar een ja in aanraking? Je dook al. Ja, maar toen hoorde je van mensen, nou grotduiken, dat moet je eens doen. Gaat dat zo? Ja, zo gaat dat. Je ziet uh, beelden en videobeelden op, uh, op internet. Ja. En op een gegeven moment denk je van, ja, ik ben nu uh, zo ver gevorderd, nu wil ik daar eens aan, uh, aan beginnen. Mm -hmm. Want je moet en... wel een gevorderde duiker zijn, wil ja. je kunnen grotduiken? Ja, je hebt een, uh, een minimum vereiste van een aantal uh, duiken die je gedaan moet hebben. En uh, ja, ook uh, vooral je, je balance en je trim in het water moet je heel stil kunnen hangen. Ja. En als je dat dan kan, ja, dan kun je aan zo'n uh, opleiding beginnen. Ja, maar ja, hoe lang duurt zo'n opleiding eigenlijk? Zes dagen. Oh, zes dagen, nou, dat valt dus op mee. Dat valt... je, je kan natuurlijk altijd, de basisprincipes ken je natuurlijk al. De ja. basisprincipes uh, ken je, het is uh, zes dagen. Maar uh, ja, wat je wel gedaan moet hebben, is daarvoor toch al zelf veel geoefend. met. Uh, Wa -wa -wa -met wat maakt het grotduiken zo anders dan... Gewoon duiken voor zover het gewoon is. Nou, uh, de moeilijkheid bij grotduiken is uh, ja, dat je met een fysiek plafond zit. Dus ja. bij calamiteiten kun je niet naar boven. Nee, claustrofobie is niet gewenst, denk ik zo. Dat sowieso niet. Nee. Maar dat ben ik gelukkig niet. Nee, dat moet wel. Tenzij het ja, echt een hele nauwe spletjes uh, zouden worden. Ja, dat, dan praat je over een restrictie. Ja. Waarbij je dus niet meer kan keren en alleen maar recht vooruit kan. Maar goed, bij. De opleiding die ik nu gedaan heb, was dat nog niet het geval. Meestal zijn dat grotten waar je gewoon met een auto in kan rijden. Ja. Zo breed zijn die, dus je kan gewoon keren. Maar goed, het feit blijft: je kan niet zomaar naar boven toe. Dus. Nee, je kan niet zomaar naar boven toe. En ja, als je 30 minuten een grot in zit, dan duurt het ook weer 30 minuten voordat je eruit bent. Ja. Dus moet je rekenen met je lucht. Je moet rekenen met je lucht. Je mag maar een derde gebruiken van je lucht om de grot in te komen. Twee en dan derde, moet je alweer terug. Twee derde voor terug en dat ja, één derde dan voor jezelf en één derde voor calamiteiten. Je gebruikt altijd een gidslijn. Ja. Je hebt een dus katrol met een, een touw. Een, een, een touw. Je hebt ja. altijd een continue lijn uh, de grot in, want uh, je kan uh, de wegkrijt uh, kwijtraken. Mm -hmm. Ook dat wil je niet. Nee. En wat je ook altijd bij je hebt zijn drie lampen. Je hebt drie, lampen. drie lampen. En dat ja, is ook anders dan bij gewoon duiken? Dan heb je meestal uh, maar één lamp. Of ja. twee of niet? Okay. Of niet? Nee. Dit is een, uh, ja, een hoofdlamp, die, uh, die geeft echt uh, flink wat, uh, wat licht. En daarnaast heb ik dan altijd nog twee kleine backup-lampjes. Die heb je dan uh, hier links en, en rechts hangen. Ja, 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 ja. Als er één uitvalt, nou, ja, dan kun je dus altijd uh, die tweede pakken. Ja. En die derde. Nou, zal het uh, in heel veel gevallen niet voorkomen dat alle lampen uitvallen. Mm -hmm. Maar je kan ook zicht uh, verliezen door bijvoorbeeld uh, uh, sedimenten, wat, wat opwaait van de bodem of um, wat van de gro grot wat van, naar beneden boven komt ja. uh, met je luchtbellen. Ja, ja, ja. Dus dan ga je een oogenschijnlijk heldere grot ga je dan in, maar dat is dan en, niet zo. En dan draai je om en dan is er een keer boem zit alles dik. terug zie je niks meer. Je, ja. je kan, kan je dit ook al, dit kun je dus niet alleen doen dat grotduiken. Dat mag nooit. Dat mag nooit. Er staat geen politie bij de ingang. Nee, dat snap ik. Maar het is voor dus je eigen je, veiligheid. Ja, dus als je ja. erin wilt in je eentje, dan, uh, dan kun je dat doen. Maar uh, het is niet verstandig. Is het gevaarlijk? Ja. Wat is het gevaar? Uh, nou, juist om alle redenen die ik net uh, heb... Weg kwijtraken. Doen, uh, weg kwijtraken, uh, calamiteiten niet direct naar boven kunnen, verdwalen. Uh, zijn er veel verhalen over bekend van mensen die verdwaald zijn, nooit meer terug zijn gekomen, zijn ja. overleden of whatever? Ja, niet alleen in grotten, maar bijvoorbeeld ook in wrakken. Onlangs nog in, uh, in mei zijn uh, ook hier in Nederland weer uh, twee duikers uh, verdronken. Ja. Ook puur vanwege het niet gebruiken van het touw, de gidslijn. Ja. ja. ja dat ze dus, niet meer uh, weten waar ze zitten en, en uh, dan niet meer terug kunnen komen. Precies. Als het zicht dan op een gegeven moment uh, ja een halve meter is of zo, dan ja je raakt gedesoriënteerd. Mm -hmm. Je weet nog wel wat onder en boven is, maar ja noord, oost, west, zuid dat. Nee. Niet terug te vinden, okay. um, zometeen zo uh, willen we graag weten van hoe zo'n opleiding nou uh, eigenlijk gaat. Ja, we zijn nog aan het uh, grotduiken in uh, Frankrijk, nou ja, een beetje in Flevoland doen met Dick Heijboer uit Lelystad. Ja, je hebt net al wat, uh, wat laten zien, wat, wat je ja. allemaal nodig hebt. Uh, die zesdaagse uh, uh, de cursus, jij ja, noemt een cursus. cursus, ja, cursus, ja. die ja. hebt gedaan. Dat wat, wat leer je in die zes dagen? Nou, wat leer je in die zes dagen? Wat je bijvoorbeeld leert is uh, blind de lijn volgen. Blind de lijn volgen. Blind de lijn volgen. Je, krijgt, je doet dat eerst op het land. Dan krijg je een zogenaamde field drill, ja. Dat het heel heet. Nou, je ziet nu dat, uh, dat filmpje lopen. Ja, voor mensen die met ons meekijken, kan via televisie natuurlijk en onze website en app. Hè. Ja, je loopt over een veldje langs een, uh, een volleybalnet. Langs een vo ja, uh, en een lijntje. Dat, dat het volleybalnet, dat is nu juist de moeilijkheid, want de lijn die is daaronder uh, gespannen. Maar je moet dus die lijn goed zien te vinden. Want anders, als je het volleybal net zou volgen, ja, dan kom je dus op een plek waar je niet naartoe wilt. Ja. Dus de instructeur heeft het ons een beetje moeilijk gemaakt, zeg maar. Door uh, ja, die, dat touw daar uh, of die lijn daar doorheen te, te vlechten. Ja, dat is dus blind gewoon de uitgang uh, zien blind, te vinden. De, uh, uh, ja, de uitgang vinden. Nou, we hebben dan alle drie een, uh, een blinddoek op. Mm -hmm. En dan uh, ja, word je geleerd, zeg maar, om door uh, touch contact elkaars arm vast te pakken en dan te duwen en dan kun je weer uh, ja dan kun je weer vooruit. En dan moet je, je ook alles... voelen dat je de arm te pakken hebt ja. en niet iets anders. Ja, zijn been of zo. Een been kan dan ook. Dan kan je volledig anders omhangen dus ook. Ja. Oké, okay, ja. dat is dan uh, op het droge, maar op een gegeven moment wil je natuurlijk ook het water in. Wil je het water in? En uh, ja, dan moet je dezelfde oefening nog een keer doen en uh, dan is dat meteen al op de op de terugweg. Uh, ja. Gebeurt dat? Dus je, je, gaat de, je gaat de grot in. De, de heenweg is dan voor jezelf, kun je kijken en ja. alles kun je genieten. Ja. en op de, de terugweg, ja, dan krijg je alle, alle shit die je mag oplossen. Als ja. het ware, zeg maar. Ja, ja, ja. Oh, dus, ik vind het al. Oh, ik krijg het helemaal benauwd van als ik het zeg. Ja, het, het, het voelt. Inderdaad, ook van en heb uh, dat je realiseert van je ja. zit ver, ver of ja, ja, het, ver het onder water. de eerste ja. Het is natuurlijk ook bij mij, uh, is er dan wat uh, gezonde spanning. spanning. Ja, dat ja. klopt. Maar ik heb natuurlijk al zoveel duiken gemaakt uh, ja, dat, dat je niet meteen in, in paniek uitbreekt. Kijk, hier zie je mooi... Uh zo'n oefening. Oh nee, ik zou dat door was door. iemand die had uh, net een uh, maskertje op. Ja, en ja. die moeten dan uh, blind. Het is uh, prachtig, hoor. Daar gaat het niet om, maar ik, ik zou het gewoon niet durven. Ik zou in paniek raken. Wat wat gebeurt als je in paniek raakt? Ja, je bent natuurlijk met, met een paar anderen. Dus je weet hoe ze moeten handelen dan waarschijnlijk. Paniek, dat is uh, niet goed. Nee, dat begrijp uh, ik. Ja, er zijn verhalen over bekend. Ja, dat mensen de verkeerde kant uitswemmen, de grot in in plaats van eruit. Oh. Uh, ook dat mensen ja ook verdrinken inderdaad. Ach jeetje. Uh, dat ze zoveel lucht verbruiken. Ja, dat, het, uh, dat ze niet meer terug kunnen. Ja, je moet heel spaarzaam ja. omgaan met die, met die lucht natuurlijk in die fles zitten. Ja, je, je moet. Uh, het gaat erom dat zeg maar als er problemen ontstaan, dat je die, um, dat Her herken? je ja, alles tuss tussen de oren uh, goed houdt en dat je dat oplost dat probleem. Ja. Kop erbij zeggen ze. Dan. Kop erbij. Ja. Alert zijn en op het moment dat je een probleem opgelost hebt, nou dan spreek je met elkaar af. Wat doen we? Kunnen we verder of gaan we terug? Ja. Als het een onoplosbaar probleem is, maar waarbij je nog wel de grot uit kan, nou dan ga je de grot uit. Maar waar, 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 wat is het zo leuk om zo'n grot te bekijken? Want als je de één hebt gezien, heb je ze toch allemaal gezien, zou ik dan denken. Dat is natuurlijk niet zo. Nou, kijk, iedere grot is natuurlijk uh, anders. Uh, gewoon de hele formatie, de, de steenformaties, de rotsformaties. Maar het principe blijft hetzelfde. Het principe blijft hetzelfde. Ja. Maar dat, ja, dat is met gewoon duiken ook zo. Jawel. Maar eigenlijk zoek je dus een beetje op. Dat gevaar. Ja, die, dan moet je er zoekt... toch iets in je ja. zitten. He? Ja. Je zoekt het want, wel op, want het is, uh, ja, het is ook ja, het, het gevoel zeg maar, om door zo'n tunnel heen te, te vliegen als een soort astronaut. Ja, dat, ja, ja. Dat, dat geeft een kick. Dat geeft een kick. Dat kan ik niet met woorden omschrijven, dat, dat moet je ervaren. Maar dit zijn wel gecontroleerde grotten, toch? Ik bedoel, ja. Uh, ja. je ziet ook allerlei stenen. Dat ik dan ook weer denk: van, er zal er maar eentje omvallen bovenop jou. Ja, dat kan alsnog, denk ik. Dat kan alsnog, maar het instorten van een grot. Dat, uh, de nou, kans dat heel klein. Die kans is verschrikkelijk uh, klein. Ja, dat is gewoon ja, nou, shit happens. Wat blijft ja. je nou het meeste bij. als je, als je, als je dan één keer weer boven water komt? Uh, nou, tijdens de opleiding waren dat toch wel. De, de, hoe dat dan voelde, zeg maar. Dat, dat, dat blind uh, oefenen. Ja ja. ja, ja. Er zit er toch wat, wat spanning. Maar uiteindelijk viel dat toch wel uh, mee. Mm -hmm. Uh, een van die oefeningen... Je hebt uh, nog iets meegenomen. Met, met een ja. zo, wat zit er aan? Driehoekjes? Hoe noem je zo'n ding? Het is een dit soort heet... zwart elastiekje aan een sleutelhanger ja. en daar zitten wat, wat driehoekjes aan, aan, rondjes. Dit heet een pigtail. Een varkenstaart, een, oh, een, een pik, pik, pigtail. pigtail. p ja. Daarop zitten aeromarkers. Ja. Die, wijzen, die zet je altijd op de lijn om uh, naar de uitgang uh, toe te zetten. Uh, die zitten wel op een, op een vaste lijn die al in de grot uh, ligt. Die plaats je in veel gevallen niet zelf. Mm -hmm. op, wel op het moment dat je een duiker kwijt zou zijn. Dan zet je een, uh, een pijl daar waar je de duiker kwijt bent. Zodat als die ter, uh, duiker terugkomt, dat die weet welke kant hij uit moet. Ja. Ja. De andere, de cookies, de ronde. Yeah. Uh, die plaats je bijvoorbeeld bij een T-splitsing. Als je aankomt bij een T-splitsing, plaats je een cookie. Aan de kant waar je vandaan komt. Okay. Dus dan weet je weer, als je terugkomt op die T. van hé, hey, ik moet die kant uit naar de, naar de uitgang. Ja. Hm. ik ben een spoorzoekertje. Ja, het is, is navigeren onder water. <laughs> dat is en zo'n ja. zo uh, ja. zo splitsing die moet je goed onderzoeken. Want uh, het kan zijn dat als je een, uh, een meter of wat van tevoren zo'n ding uh, ziet. Mm -hmm. En denkt van hé, hey, uh, het is alleen maar een knooppunt en de lijn gaat verder. En dat die T net om de hoek loopt. Ja dat je geen marker plaatst. En mm -hmm. als je terugkomt... dat je, hé, hey, er zit een T, maar welke kant moet ik nou op? Ja. En dan moet je een aanname gaan doen. Ja, dat is Een goed. beetje nou, Russische roulette in ja. de handen, in grotduik. Okay. Is okay. het een dure hobby, tot slot? Ja. ja? ja het is, uh, Wat praat je over zo'n cursus bijvoorbeeld? De cursus, uh, die was 2100 euro. Zo, dan moet je wel een goede baan hebben, Dick. Ja, die heb <laughs> ik ook. <laughs> Gelukkig wel. <laughs> ja. Maar het is uh, vooral ook de, de apparatuur nog. Uh, ja. nou De apparatuur heb ik uitgegeven... 6, 7.000 euro. Zo. Nou, zo'n lamp ja, alleen al, zo'n ja. lamp met uh, de kabel en de accu erbij is 900 euro. Meen je dat nou? En dan, ja, en dan heb ik het nog maar over een budgetlamp. Ja. Dan, je hebt ook lampen van rond de 500 euro. Goede kwaliteit. Ja. Hé hey Dick, wat is het volgende waar je op afstevend? Ik bedoel, er zijn heel veel van die zogenaamde specialties voor onder water. Ja. Wat, wat wil je nog graag? Nou, wrakduiken, dat zou ik nog wel willen. Ja. Uh, in grotduiken uh, zijn ook nog heel veel gradaties. Mm -hmm. Want uh, ik ben nu beginnend grotduiker. En daarbij uh, zo'n kleine grotjes. Ja, dan kun je bijvoorbeeld. Uh, ja, je kan niet zo ver komen, zeg maar. Nee. Maar als je heel ver wil, er zijn mensen die grotten exploreren. Die, die gebruiken dan gebruik van rebreathers. Dat zijn apparaten die de lucht die je uithaalt om opnieuw hergebruiken. Ja. Het zijn hele dure apparaten, die kosten 10.000 euro of zo. Dan komen dan nog bail-out cilinders bij. Uh, en die zijn gewoon gerust 3,5 uh, uh, uur weg, of nog langer. Maar nou, wat wil je? Je wil je verder specialiseren in het grotduiken? Weet ik nog niet. Eerst okay. nu gewoon lekker duiken maken. Ja. En dan uh, zie ik over een, uh, over een jaar of wat wel weer, uh, weer verder. Goed. Dikke heiboer. Dankjewel. Dankjewel. Succes met grotduiken. Leuk dat je